De polyklinieken regionale gezondheidsdienst hebben vanwege de toename aan gevallen van het rotavirus gewijzigde openingstijden. De RGD-polyklinieken van Latour en Limesgracht hebben sinds 11 augustus 2022 ruimere openingstijden en wel van 7 uur tot en met 12 uur 's nachts. Dit om de druk op de spoedeisende hulp te verlichten. Het ligt in de planning hetzelfde te doen bij de RGD-poli te Meerzorg. Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, is van mening dat gezien de kwetsbaarheid van kinderen de situatie snel moet worden aangepakt. Het is gebleken dat er heel veel kinderen zich aanmelden bij de SEH om geëvalueerd te worden vanwege het feit dat ze koorts hebben, braken en diarree. En de ouders die brengen de kinderen op de SEH. En daardoor is de behoefte om deze kinderen te evalueren groter. En het is dan belangrijk om de evaluatie te doen dichter bij huis als het ware. We kennen de motto van RGD om de zorg dichter bij huis te brengen. Wij hebben alvast gemeend om 2 polyklinieken wat langer open te houden. En dat is van 7 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds. Dan is Poly Latour en Poly Limesgracht langer open. Binnenkort willen we hetzelfde doen bij Poly Meerzorg, zodat ouders die de dokter willen bezoeken omdat hun kinderen koorts hebben met braken en diarree, dat die snel geëvalueerd kunnen worden omdat de uitdroging snel kan plaatsvinden. Dat is heel erg gevaarlijk voor kinderen. Ze hebben een kleiner lichaamsgewicht waardoor hun vachtbalans samen met de bestanddelen in de vocht snel ontregeld kan raken, wat niet moet gebeuren. Dus de evaluatie willen we versneld laten plaatsvinden en we willen dat de behandeling snel geïnitieerd kan worden. Vandaar dat de RGD is gevraagd om deze 2 polyklinieken alvast per gisteren verlengd open te houden. En het is gebleken dat zowel bij Limesgracht als Latour er patiënten zich aanmelden. Dus dat is eigenlijk een verlichting voor de spoedeisende hulp. Ook bij spoedeisende hulp zal er wat versterking komen om de opvang te verbeteren. Dus inderdaad is Polymeerzorg al geïdentificeerd. Waarschijnlijk gaan ze vandaag al verlengd open vanaf 7 uur 's avonds tot 12 uur 's avonds. En het rotavirus is bevestigd dat het nu heerst. We hebben te maken met een uitbraak en die moeten we goed opvangen. En ook proberen zo snel mogelijk eigenlijk te laten passeren, deze golf. En wat betreft het voorkomen van diarree en braken, het is gebleken dat vooral Paramaribo en Wanica de gevallen hebben gemeld. Maar het zou me niet verbazen als er uitbreiding plaatsvindt geografisch. We moeten alert blijven en we moeten ook ervoor zorgen dat waar nodig, waar er veel mensen zich zouden kunnen aanmelden, dat die personen ook zich kunnen aanmelden voor de evaluatie met hun kinderen. En we blijven ook denken aan een verbetering van de dienstverleningen. Er waren wel gevallen waarbij kinderen geobserveerd werden, maar er zijn ook gevallen geweest waarbij kinderen verwezen zijn voor opname bijvoorbeeld. Dus het is nu in principe bewezen dat het een voordeel is om deze polyklinieken langer open te houden. Het rotavirus is niet nieuw, maar we moeten beseffen dat het duidelijk is dat er nu veel meer kinderen zich met deze klachten eigenlijk presenteren. De ouders brengen de kinderen bij de arts, bij de SEH. En dan moeten we weten dat er genoeg opvang moet zijn. Want als je niet tijdig handelt, dan raken die kinderen uitgedroogd. Dus wij moeten daarop inspelen. Als er aanwijzingen zijn dat er een golf is, een verhoogde incidentie, dus een verhoogd aantal gevallen van dit ziektebeeld zich voordoet, dan moeten we daarop inspelen. En dat is dan eigenlijk het vergroten van de opvang en het beschikbaar maken van behandelingstherapieën en ook de voorlichting wat intensiveren, zodat wij zoveel als mogelijk
kinderen zo snel mogelijk behandelen. Er kunnen oudere kinderen, die hebben weer wat meer buffer, die kunnen ook ziek raken, maar die kunnen niet zo snel uitdrogen als de kleine kindertjes, als het ware. Dus vandaar ons focus op die kleine kinderen.